ga vandaag verschillende opdrachten uitvoeren in de McDrive. Mijn naam is gewoon Thomas. Ik wil graag een McChicken menu, groot met frietsaus. Ik moet zingen. If they only knew what they're about to witness. Het concert bij de McDrive. Zit hier in mijn auto en ik heb behoorlijk trek. Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat tof dat je naar deze nieuwe video kijkt met vandaag wel een hele speciale gast. Hij is nog niet te zien. Ik zei, hij is nog niet te zien. Auw. Verstop je dan? Je verpest heel de opkomst. Het is zo'n kleine auto. Nee, hallo allemaal. Nee, een hele speciale gast. Je had hem nog niet gezien. Give it up for Thomas. We gaan vandaag een hele toffe challenge doen. Een beetje een vervolg op iets wat ik ooit al heb gedaan. Maar dan nog een stukje leuker, een stukje extremer. We gaan namelijk vandaag verschillende opdrachten uitvoeren in de McDrive. Zo gaan we onder andere verboden woord doen. We gaan zingend onze bestelling doen. En we gaan Google Translate ons laten helpen bij de bestelling. Ik vind het heel spannend, want meestal als ik dit soort dingen doe, gaat het helemaal mis. Het is onze bedoeling om mensen juist een leuke dag te bezorgen. Niet alleen de mensen hier die bij de McDonald's werken, maar ook jullie met deze video. Als je er ook heel erg veel zin in hebt, laat het even weten. Geef de video een duimpje omhoog. Laten we met z'n allen, kijk ik jullie even heel streng aan, voor 20.000 duimpjes gaan. Ik ben heel erg benieuwd of ons dat gaat lukken. Er zijn de laatste tijd superveel nieuwe kijkers op mijn kanaal. Hallo allemaal, leuk dat je er bent. Maar kijk even mee. Ik zag dit screenshot op mijn kanaal staan. Heel veel van jullie nieuwe kijkers zijn nog niet geabonneerd. En we zijn zo hard op weg naar 750.000 abonnees. Dus druk eventjes op de rode knop voor nog veel meer video's. En dan hoor je automatisch bij de familie. En natuurlijk hebben we in deze video ook weer een vraag voor jullie. En de vraag is als volgt. Let even op en reageer hier beneden in de reactie. Wat is jouw favoriete milkshake smaak? Wat is die van jou? Nou, dat ga ik straks bestellen. Let maar op. Die van mij is aardbei. Okay. Ik weet niet wat die van jullie is. Laat het even weten. We gaan nu naar de McDrive voor ronde 1 verboden woord. Trouwens, laat ik het eerst even uitleggen. Verboden woord. We hebben voor elkaar een lijstje gemaakt met dingen die we moeten bestellen bij de McDonald's. Je mag alleen het product niet bij naam noemen. Dus staat er op je lijstje een Big Mac. Dan mag je niet Big Mac zeggen. Maar je moet wel op een of andere manier duidelijk maken dat je een Big Mac wil bestellen. Oh jee, hoe gaan we dit doen? Dat gaan we nu zien. Wie gaat er beginnen? Steen, papier, schaag. Oh! Nee, ik moet als eerst. Ik film je wel. Okay, daar gaan we. Dit wordt heel erg gênant. Heb jij je lijstje klaar? Nee, maar ik heb wel bananen meegenomen. Ik zal dat voor onze bestelling niet krijgen. Wacht even, telefoon gaat. We zijn onderweg naar McDrive. Ik ben er ook nog steeds trouwens. Alleen wat is de kortste weg naar McDrive? Ik weet het altijd, behalve nu. Oh, dit loopt dood. Ja, je moet de snelweg op en dan rechts. Huh, maar dit is... Je moet... Huh? Dan moet je daarheen. Oh, daar moeten we heen. Nou, dat begint al goed. Welkom bij de slechtste chauffeur van Nederland. We zijn bij de ingang van de McDrive. Ik ben mega zenuwachtig. Ik krijg nu het lijstje van Thomas. De tijd gaat lopen op het moment dat ze zegt... Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Mag ik uw bestelling alsjeblieft? Druk ik op start. Ik heb hier mijn lijstje met dingen die jij moet gaan bestellen. En je mag dus niet letterlijk zeggen wat hier staat. Oké, okay, het gaat lukken. Je mag nog niet kijken. Nee, ik kijk niet. En ik hou de stopwatch bij. Oké, jongens, daar gaan we. Heel bang. Daar gaan we. Verboden woord in de McDrive. Goedemiddag, welkom bij de opmerkende bestelling. Hoi, ja, ik heb een bestelling. Ik heb alleen een klein beetje je hulp nodig, want ik weet niet precies hoe alles heet. Ik wil eerst zo'n ijsje die je roert. Ijsje die je roert, dat merk je. Ja, maar dan met koekjes erin. De... met koekjes? Oreo toevallig? Ja, 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 die. Okay. Die. Oké, okay. En dan zo'n, wat je bij de koffie wel eens neemt. Een wat lekker erbij. Dus je kan koffie bestellen, maar je kan dan ook iets erbij nemen. Plat rond. Plat rond? Ja, en dan de bruine. Ik heb heel veel platronde dingen. Nou, wat je ook bij de thee neemt, bij de koffie neemt. Je hebt... Oh, hoe zeg je dit? Je hebt het ook op het internet. Heb je internet... Koekjes. Oké, okay, ja, maar dan de bruine. Oké. Okay. En dan broodje met kip, maar dan zonder echte kip. Maar nama kip. Oké, okay, welke wil je? Ik heb de chicken. Die eerste. Oké, okay, ja. Oké, nog één ding. Je kan soms ook wel eens iets groens nemen. Heel gezond is dat. Dat is de... Ja, voor ernaast een beetje. De... Oké, je bedoelt een salade. Ja! Dit was het. Wat is mijn tijd? 1 minuut 57. Sorry dat het zo lang duurde. Oh, maakt niet uit hoor. Oh, 1 minuut 56. Ze was echt heel aardig. Ja, je had echt geluk, had jij. Ik ben fan van haar. Hoi. Hallo. Wist je dat je zo jong mocht werken bij McDonald's? Kun jij onze bestelling even halen? Want het duurt nu wel lang. Nee. Yes. Dankjewel. Oh, nog een nog zak. Nog meer. Dankjewel. Doei. Doei. Oh, kom nog oh, meer. Ja. Doei. Zullen we gaan checken of het klopt? Nou, ik ben benieuwd. Nou, een side salad. Ja. Dus die klopt. Even kijken. Dit is een veggie McChicken. Heb ik ook goed. Dan hebben we hier de McFlurry. Kijk even erin. Ja. Oreo. Dus die klopt ook. Bedankt. Nou, en mijn tijd... 1 minuut oh. 57. En 30 honderdste. We gaan kijken of Thomas deze tijd kan gaan verbeteren. Tijd voor ronde 2. Thomas, mijn tijd die je moet verbeteren
is 1 minuut 57. Ik ben echt heel zenuwachtig. Daar gaan we. Ik wil een koud drankje, een mega drankje. Het is koud. Welke smaak heb je allemaal? Mega drankje en het is koud. Ja. Zal ik België moeten? Ja. Okay, ik heb aardbeien, vanille, banaan. Ja, die tweede. Dan hebben we een warm stuk vlees, weet je wel. Een warm stuk vlees op een boterham. En dan met, weet je wat, echt dat Hollandse, weet je wel, dat gele Hollandse erop. Kroket? Nee. Dat andere, dat gele Hollandse, waar die gaten in zitten. Een stuk vlees van een koe op een broodje, maar niet met, met de rest erop, zeg maar. Wil je een hamburgerplein? Ja! En dan wil ik een warm drankje en het is zwart. Koffie. Helemaal goed. En dan wil ik die gele spier in een zakje, maar niet met dat ene korrelige erop. En dan hebben we wat je net zei, dat Hollandse. Krokken. Ja, en dan zon iets eroverheen. Dat was het laatste. Yes. Het is tijd om te gaan checken of ik het goed gedaan heb. De milkshake van hier was het eerste. Die hebben we hier. Yes. Dan een cheeseburger zonder kaas. Burgers zonder iets erop, jongens. Ja, maar dat is niet echt een cheeseburger zonder kaas. Ik reken hem half goed. Okay. Een zwarte koffie. Nou, die hebben we hier. Een friet zonder zout. Zit er zout op de friet? Even kijken. Zonder zout. Echt? Ja. Oh. En een macroket zonder saus. Wauw. Ik moet zeggen, het is niet allemaal perfect. Maar ja, het ziet er wel perfect uit. Je hebt een snellere tijd neergezet. Nou, hoeveel dan? 1 minuut 52. Ik had weer meer dingen echt goed. Dus jullie mogen bepalen wie heeft deze eerste ronde gewonnen. Thomas op snelheid of ik op accuratie? Ik vind dat ik heb gewonnen. Maar jij mag ook wel winnen. Laat het even weten. Laat het weten. Dan gaan we nu rijden naar een andere McDrive voor nog twee andere challenges. Oh. We zijn bij de tweede Mac aangekomen. En nu wordt het serieus. We hebben nog twee challenges te gaan. Eén van ons tweeën mag voor de andere een tekst schrijven. En die moet hij dan met Google Translate afspelen. En de ander moet een lied zingen. Laten we papier, steen, schaar doen. De winnaar moet zingen. De winnaar moet zingen? De winnaar moet zingen. Oké. Okay. Papier, steen, schaar. Hey! Oh, wacht. Ik hoef niks te doen dan. Ik moet zingen. Ga dan zingen terwijl je bestelling doen. Ja. Oké. Okay. Laten we een random achtergronddeuntje pakken. En daar een leuk liedje op schrijven dan. Oké. Okay. En ik zag daar de Mac. Bij. Doe er ook maar iets bij. Big Mac menu. Met McFlurry Oreo. Ja, dat vind ik wel leuk. Ah, ik ben zo zenuwachtig. Ik hoop dat ze het waarderen. Ik zou het leuk vinden. If they only knew what they're about to witness. Het concert bij de McDrive. Oh my god. Ja, ik ben echt heel zenuwachtig. Mijn hart klopt. Maar je moet het wel een keer goed doen, hè? Anders is zonde. Want we hebben een hele mooie tekst gemaakt. Oké, je bent aan de beurt. Succes. Mag ik uw bestelling alsjeblieft? Hoi, ik wil hem op een leuke manier voor je doen. Ik heb iets voorbereid. Daar komt ie. Ik zit hier in mijn auto en ik heb behoorlijk trek. En toen ik net hier langs reed, zag ik hier plots de Mac. Ik hoop dat je goed luistert, want de woorden die ik zing omschrijven waar ik trek in heb en is mijn bestelling. Oké. Ik wil graag een Big Mac menu met cola, zero en friet, saus medium en McFlurry Oreo met karamel en roer hem goed en 6 McNuggets, kleine friet, single big tasty McCroket en nog een koffie klaar. Dit was mijn bestelling, want alles is nu compleet. Ik rij nu naar het tweede raam, dus als je iets vergeet, vraag mij dan daar hoe het ook alweer heet. Volgens mij is het gelukt! Het is gelukt! Heb je nog saus bij de nuggets? Ja, oh, dat zat niet in mijn lied! Ja, graag! Welke saus zou je erbij alsjeblieft. Dit was ook heel, dit was goed. Heel leuk! Heel goed gedaan! En ze hielden alles bij, hè? Ze zaten heel goed op. Zag je dat op het scherm? Ja, je zag alles zo langs maar erbij komen, alles wat je zei. Dat was wel gezellig hoor! Ja, toch? Ik was heel zenuwachtig. Ik vond het zo knap dat jullie alles wisten. Maar iedereen hoort dat, hè, in zijn woordje, denk ik. Denk je? Ja, dat zei ze. Iedereen hoort dat.
Ja. Dankjewel. Dit was zo ontzettend leuk. Ik trail nog helemaal na, maar laten we controleren of het lied goed is gegaan. Of we alles hebben. Ik heb hier een Big Mac, Big Tasty, klopt dat? Ja. Met frietsaus. Een koffie. Ja, een McFlurry Oreo. Die ja. McNuggets. McNuggets heb ik, ja. Oh, oké. Okay. Volgens mij klopt het. Het klopt helemaal. Gaan wij even wat eten. En dan is Thomas zo meteen terug met de laatste super ongemakkelijke ronde. Tijd voor de allerlaatste ronde. Ik heb voor Thomas een hele bestelling uitgeschreven. Ik ben echt heel bang dat je hele rare dingen erin hebt staan. Je hoeft niks te doen, je hoeft alleen maar op play te drukken in Google Translate. En kijken hoe ze reageren. Oké. Okay. Kan je mijn tekst klaarstaan? Want we gaan nu de McDrive in. Ik heb alles klaarstaan. Ik hoop niet dat het heel lang duurt, want ik moet plassen. Oké, maar even voor de duidelijkheid. Ja? Ik mag zo meteen dus zelf niet praten. Ik hou gewoon dat ding daar. Ik zeg niet gewoon van, dat ding daar. Ik zeg niet, oké, hier komt mijn bestelling of zo. Nee, ik doe gelijk. Nee, want dat heb ik voor je getypt. Oh god. Er zit iemand achter ons ook nog. Ja, maar McDonald's mag niet verder alsjeblieft. Hallo, mijn naam is gewoon Thomas. Maar dat had je vast al gezien. Want wie kent mij niet van mijn viral TikTok video's. Ik heb een flinke bestelling vandaag. Ik kan dingen maar één keer zeggen, dus ik hoop dat u mijn praattempo bij kunt houden. Ik wil graag een McChicken menu, groot, met frietsaus en een Cola Zero. Daarnaast wil ik een McFlurry karamel zeezout. Kunt u deze goed roeren? Want anders zou ik wel een sundae bestellen. Ook wil ik nog een Happy Meal met een hamburger en worteltjes. We hebben geen worteltjes meer. U heeft toch ook koffie en cappuccino? Dan wil ik graag een kleine milkshake vanille. Tot slot wil ik als toetje een single big tasty zonder saus. Dit was het, meer past er niet in helaas. Mag ik doorrijden naar het eerste raam? Ja hoor, wordt het €24,50. Bedankt. Wat was dit genoeg? Ik heb het al een TikTok video's. Jeetje, oh wat was dit erg jongen. De bestelling klopt jongens, het is fantastisch. Even een applausje voor het personeel van de Mac. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om dit te zien. Wij gaan even wat eten uitdelen hier bij de mensen in de Mac, want wij kunnen het niet meer aan. Oh nee, er ging McFlurry op je auto. Als je dit een toffe video vond, laat het ons even weten. Geef dat duimpje omhoog, vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal, maar ook op die van Thomas. Want dat is leuk. En dan zie ik jullie gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur met een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei. Houdoe.